Ja. Ik heb een speciaal te gelegenheid een Nederlands shirt aan. Hup Holland, hup. Want ik ben helemaal fan van het Nederlands voetbal. Zowel in het clubverband als het nationaal team. Ik ben echt trots dat ik Nederlander ben. Ik heb een petje op. Niet dus. Ik heb een petje op. Hallo. Nio komt ook weer in beeld. Nio, geen nudistenkampje op dat gegeven. Oh. Draait weer alleen maar natuurlijk een zwembroekje aan. Het zet al af. Nu ziet. We gaan dus soort Old Firm spelen, hè. En als een Celtic Aberdeen of een Celtic Glasgow wordt er een Celtic Manchester United. Ik moet 3,5 ster. En Vis mag 5. Ja, ik heb alleen wel een matige verdediging. Dat is echt, Ja, dat is bijna net zo slecht als die van mij gewoon. Nou, dus dat is, jij moet rood. Die gewoon rood. Dat is echt oldschool. Ja. Ja. Oké. Oké. Voor de verandering Jure Mulder. Met hele goede, scherpe commentaar. Wat nooit klopt. Bijna. Inderdaad, ja. What the fuck. Vrije trap voor Celtic. En dan heb jij een vrije trap en zo. Misschien. Zo, een redelijke opening. Het was helemaal slecht, of niet? Oh! Yes! What a player! Dat is een goed begin. Wat niet goed verdedigd van je leven is. Ja, maar... Maar je doet er niks aan, hè? Ik geef die bal, je moet de pan in... Maar ik ging wel mijn stikje even gek. Misschien daar even kijken, een herhaling. Ja, ik ging gewoon verdedigen, hoor. Maar... Kijk, hier heb je hem even. Nou, nee, had ik hem niet, hoor. Kijk, ik kon er niks aan doen. Niet echt heel overtuigd af, maar jij drukt er expres een tik om, want dan... Schuiven als schiet tegen Jan. Schuiven was genoeg. Ja. Nou. Ik ben... Overtreding. Overtreding, nee. Scheids. Ik ben geblesseerd. Ja? Nee. Oh, ik ben geblesseerd, ja. Kijk maar. Loopt dat fucking... Nee! Oeh! Ja, dat was buitenspel. Zag het ook wel. Ik wou een paas doen. Ik snap het niet, hè? Ja, soms doe je de gokje toch. Je hebt er gewoon die... En je bent echt geblesseerd al? Nou. Ja, ik heb echt een blessure. Even kijken. Blesseren? Als je een baby hoort, dat is dus het kindje van Claudia. Ah, ik zou weten wie dit is. Evie, hè? Evie is hier, hè? Doe ik van Evie Strauss in hem. En Evie gaf het geen twee keer in zijn broek plassen. Ze? Haar. Ja, ze en poep. Hoog ga het laten zien. Ja. Ik heb je kan startdruk, hoor. Heb ik wel gedaan? Nee? Oh, nee, van tegenstander. Als mensen dus een random baby in beeld zien, dat is dus Evie, dat is mijn nichtje. Dan weet je zo is. Evie Strauss! Doe maar weg, Evie. Toen was ze denk, wat is dit nou weer? Hey. What the fuck, zeg. Waar ben je snel? Oh, mijn mannetje ging weglopen, dat wist ik toch. Oh, maar hij fluit wel heel laat, hè? Ja, ik vind het ook. Ik dacht ook bij het spel, als je ziet dat mijn mannetje die rent, maar nog... Fellaini is toch wel ziek sterk, of is die Belg? Ja, die heb ik net erin gedaan, hè? Oh, speelde hij niet eens standaard? We hebben wel gegaan, wel? Fellaini. Nou, hij heeft een tijdje de bank gezet. Hij stond blind, stond er. Ja, klopt, dat Fellaini een tijdje de bank zet. Ik heb er eens random om mijn arm in beeld. Niet jullie Skylanders laten zien, of jullie plaatjes niet, hoor. Dat interesseert me echt niet. Nee! What the fuck, stond ik vrij? Ja. Ik laat de keeper wel komen thuis. Jezus. Het zou ook wel waffen sick zijn, hè? Meteen bam. Ja, het is 3,5 tegen 5 sterren. De kans is makkelijk dat je gekopt aan het echte Celtic heel sterk in de lucht. Sterker dan Manchester is. Dat was volledig risico, maar ik moet die bal gewoon hebben. Nee, wat doe ik? Oh, vies. Tik, 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 tik waarschijnlijk, hè? Nee, één keer druk hem in. Ja, daarvoor tik, tik, tik natuurlijk, maar... Ik dacht het al. Nee, dat is echt geen buitenspel! Dat is randje of niet, maar ik dacht het al, allemaal mannetjes. Nee, dat is geen buitenspel, echt waar. Dat is echt fucking geen buitenspel. Dat dacht ik al, bedoel ik ook. Mijn mannetjes kon ik niet besturen. Oh, dat is niet handig. Oh man, ik ben al heel slap bezig. Mijn mannetjes zijn ook niet. Buitenspel, denk ik. Godverdomme, ik heb toch. Niet echt buitenspel. Ik dacht buitenspel stond. Dat dacht ik ook, maar ja, dat was het niet, dan moet je toch wat doen. Dit is geen buitenspel, vind je? Ik deed een loppie! Hij ging naar het driehoekje. Die schamptik, zeg maar, dat knopje. Maar het spel. Wat een kras! De keeper was zo ver uit. Ah, jongens, kom op. Nee!
Oh, Paul, dat is veel te traag dan. Kom op. Waarom ook dat mannetje? Bij het spel. Dat kan ook echt niet hoor. Nee, zie je toch. Waarom ben jij sneller? Huh? Nee, niet kopbalvisie, 5 sterren kopbal goals alleen maar. Of volleys. Lekker. Nou. Ik zag een kopbal aankomen. Maar nu alsnog, corner, let op. De hele tweede helft op een fasentje na van 5 minuutjes weggespeeld. En toch 1-1. Ik had een slechte fase hoor. Ik had je moeten toeslaan. Ja, dat zag ik gisteren. Hallo? Oh! Oh, wat doet mijn mannetje nou? Ik heb mijn keeper weer weg. Mijn keeper ging uit. Oh! Oh! Nou, dan zul je het dan te tikken. Oh. Goed blok gezet. Oh, dat werkt traag. Vandaag. Nee. Come on! Mannen! Come on! Waterkoker. Oh. Come on! Wat een kut goal. Dat kut goal, dat is gewoon een goede voorzet. Oh. En mijn keeper hoort veel sneller. Ik druk al lang mijn keeper uit, maar hij komt niet ver genoeg. Hier zie ik hem al lang, ik druk mijn keeper uit. Kijk waar hij niet hier pas komt. Hier, hij komt door, hij loopt door die door, zie je? Hij stopt met rennen. Gewoon doorlopen. Geen nut om uit te komen met een rem als keeper, dat leer je in de F3 al man. Zelfs als je dus niet in de selectie zit, leer je dat. En ik was geen eens keeper, hè, maar ik weet dat. Gewoon doorgaan. Of uitkomen of niet uitkomen, maar half hebben we geen zin. Hey, ho! Oh! Ho! Oh! En dan, dat is ook een kut goal. Wat een kut zo zeg. De mannetjes liepen gewoon weg ook, dat is ook irritant hè. Ja, ik deed, mijn kap ging niet gewoon die spits uit het raam. Mijn kap ging natuurlijk. Ik wou gewoon een beetje wegkappen. Hier, dit sloeg helemaal nergens op. Hier, mijn mannetjes blijven op. Deze kap was veel te schuin, maar om in de korte hoek te kunnen schieten, dus hij was goed. Ik kap naar boven toe om in de korte hoek te kunnen schieten. Kijk, de keeper staat daar verkeerd door. Jezus. Dat was wel goed, maar hij ging wat trager. Die spits was zo traag als een pes, joh. Oh, nee, ik had hem al ingedrukt. Godverdomme. Ja. Het is risico voor niks van. Bah! Slecht. Slecht tackle van me. Bah! Ja! Zo traag die mannetjes. Oh. Persie. Nu nog een score bij het Nederlands elftal. Oh ja, dat doet hij wel, maar... Ik bedoel, ik vind hem geen teamspeler bij het... Nee, ik weet niet. Ik vind hem niet bij het Nederlands elftal passen. Jij? Van Persie. Nee, wel, maar hij is gewoon niet zo goed. Als dat team. Is in dit team. Is uiteindelijk. Hij heeft gewoon heel erg geteerd op Henry eerst. Bij Arsenal. En daarna heeft hij het goed gedaan bij Arsenal toen hij eerst de man was. En met Manchester 1 seizoen heel goed. En ja, hij is nu misschien gewoon te oud. Ik weet het. Is nou voor balpaal. Wat is dat voor bal, Chris? No, nee, die moet erin! Dat zijn echt kansen voor met Celtic, hoor. Oh. Kom op. Nou, dit is zo irritant, jongens. Ah! Oh! Nee, maar mijn mannetje deed niks. Nou, dan schiet ik. Mijn mannetje deed helemaal niks. Hè. Gewoon geen reet. Gewoon letterlijk. Nee! Mijn mannetje, kom op! Johansen. Nee, visiestijl is een kut kopballen. Oh! Oh, nee. Ja. Come on! Fuck! Gaat hij nog juichen ook, jongens? Wat een glitch toch? Juichen. Nee. Kijk dan wat er gebeurd is. Ik druk toch ook. Ik heb de deur te verdedigen. Ik heb die bal hier. Kijk. Nee, je had de bal niet. Oh, ik had hem niet eens. Nee. Maar dat is helemaal erg, want dat is helemaal lucky. Dan slaat het helemaal nergens op, toen. Helemaal nergens op. Tegen alle verhoudingen in. Of nee, dat maakt maar niet uit. Dan komt de kant ook met de studio. Maar je mag niet juichen bij zo'n goal met tegen een 3-sterren team. Ook dat nog! Spierbestuur. Fijn geld. Ja, maar ik.
Waarom krijg je geen rood? Nee, omdat ik al... Voordeel, Paul. Zag je niet, mannetje? Voordeel. Maar het was alles niks moeten. Ja, ja. Nou, voor het publiek is het duidelijk wederom. Ik speel met een 3,5 ster team. Ik speel eigenlijk visie, maar ja, je kan gewoon veel moeilijker scoren op de kant. Zo, dit is van rood en normaal. Met overpowered spitsen met een 5 ster team. Maar het probleem is ook bij FIFA, hè? Vindt iedereen. En vind ik ook. Met de Van Persie en zo, die helemaal niet zo goed is, maar kort overpowered. Andersom had ik 7-0 gehoord. Maar niet 7-0, ik vond het gewoon niet bewezen. Maar dan win je wel, het is gewoon zo'n verschil. Tjonge jongen. Erg is dat hij nog gaat juichen, hè? Met de 5 score team. Wat? Ja, maar ja, mag ik dan nou juichen? Met de oude schotten. Persie. Verschoten? Ik heb 10 schoten. Ja, schoten zegt nog niks. Schoten op doel, 8. Ja, ik weet het. Wees luister nou, je ziet toch gewoon... Ja, oké, maar ja. Dan ga je zo'n discussie daarover discussie moeten. Ja, dat is natuurlijk. Je weet toch dat jij gewoon progelijk. Oh, ik schoot progelijk drukt al! Ja, nee, dat zijn schoten. Ja, dan kan ik het ook. Ja. En die gaan ook nog zachtjes op de keeper af. Ik heb 4-5 keer gewoon een open kans niet geschoten. Dan denk je daar nog eventjes wil stappen en je mannetje centraal. Dus ja, maar dat is FIFA. Het is een moeilijke challenge die we doen. Ja, ja. We mogen niet alle 50 en 5 sterren doen, want dan had het ook te saai geweest. Dan hadden we dus hoeveel afleveringen? 18. Had ik 14 keer gewonnen, 2 keer gelijk en 2 keer verloren. Dus dat is beter, ja. Maar niet uit, visie wint, 4-2. Maar nu, 4 sterren na, is hij kansloos. Oké, nou, we gaan het zien.